Hallo, Greetje Groenbroek. Dit gaat over de Mali-soldaten. En wat nu? Ik heb de advocaat een brief geschreven. Die brief heb je vast al gelezen. Staat op mijn website. En die geeft aan dat de onderzoeksraad willens en wetens Nederland in een dictatuur heeft gebracht in mei 2007. Dat betekent voor jullie dossier, voor alle gewonde soldaten en alle overleden soldaten vanaf mei 2007, dat zij opzettelijk in gevaar gebracht zijn. En echt niet alleen maar door het parlement, ook door de vakbonden, de koninklijke familie en dus de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ik hoop dat je mij wilt helpen bij het redden van soldatenlevens, want dat is echt noodzakelijk. En hoe kan je dat nou doen? Nou, in Nederland geldt de wet op de rechterlijke organisatie, artikel 76. Dat is: ambtsmisdrijven begaan door leden van de Staten-Generaal worden in eerste instantie en hoogste resort beoordeeld door de Hoge Raad. Dat betekent dat als wij parlementsleden hebben die burgers laten vermoorden en gewoon in moord met voorbedachte raden, door de rechtsgang te saboteren, door het volk opzettelijk voor te liegen, de Hoge Raad daarover moet oordelen. Als jullie een rechtszaak starten bij de Hoge Raad tegen het hele zootje, tegen Balkenende, ik pak hier iets bijpakken, Balkenende, minister Middelkoop, Van der Knaap, De Vries, Rutte 1, Hillen en dan Rutte 2, Hennis en Dijkhoff, inclusief minister-president Mark Rutte, dan bereiken jullie een enorme hoeveelheid respect bij de ambassades en in oorlogsgebied. Dan bereiken jullie respect in de wereld van de terroristen. De terroristen zullen dan denken dat jullie goede mensen zijn die het opnemen voor het recht op het slachtveld. Want zo zien ze dat. Als jullie geen partij kiezen voor het parlement en voor de koninklijke familie, dan beschermen jullie soldaten. Kijk, ik zit hier en ik ben echt vandaag compleet over mijn rooi hoor. Want wat er aan de hand is in Nederland, dat is gruwelijk. Maar ik wil eerst even iets uitleggen over de mentaliteit van criminelen. Ik heb al heel vaak gezegd, ik word niet gedood door buitenlandse criminelen of door terroristen. Ze hebben mij levend nodig. En dat hebben ze omdat ik het internationaal strafhof wil opschonen. Nou, je weet dat er steeds meer in de krant staat over dat ICC, het deugt van geen kanten. Dus mijn waarheid komt ook op een dag in de krant. En daar zitten jullie tussen. En dan ook nog met het allerzwaarste dossier. Als jullie dus duidelijk maken aan soldaten en aan het parlement en aan oorlogsgebied. Ja, luister eens, wij laten niet zomaar onze zonen doden door Balkenende en Co. en Rutte en Co. Dan krijg je daarvoor heel veel respect. En dat betekent dat je de veiligheid van de soldaten en van personeel verbonden aan defensie, dat er allerlei bijzaken uitvoert, vergroot. Wat denk ik dat er gaat gebeuren? Nou, heel Nederland, alle ondernemers, alle organisaties weten dat Nederland formeel een dictatuur is sinds 2 juni 2014. Ze beseffen nu eindelijk dat allemaal dat de grondwet Republiek Nederland 3 jaar over aarde rondgaat en dat ik vanaf 18 november 2016 de interim minister-president ben. Die organisaties spelen een heel vuil spel met mij. Dus alle besturen van Nederland zijn samengekomen en wat doen we nou met Desiree Stokkel? Nou, Desiree Stokkel dwingen wij te blijven vechten. Dan moet zij wetten blijven schrijven en daarop gaan wij parasiteren. Ze houden willens en wetens Mark Rutte aan de macht als een Hitler-president die aan alle kanten wordt gechanteerd en die ook gedwongen wordt tot allerlei zaken waarvan wij niet eens wat afweten. Dat betekent dat alle organisaties door Mark Rutte worden beloond voor het aan de macht houden van zijn persoon. Dus het Nederlandse volk laat nu zien in oorlogsgebied dat zij een dictator steunen. En daar zitten jullie tussen met het dossier.
De organisaties die ik de afgelopen jaren heb ge-e-maild en gezegd van jullie moeten mij helpen van Nederland een republiek te maken, zijn naar het parlement toe gegaan en hebben gezegd wij vinden het goed als de kiesraad de verkiezingen vervalst. We vinden het goed als Rutte 3 aan de macht komt. En we vinden het ook goed als Desiree Stokken wordt gefolterd en vermoord. En als soldaten of andere mensen in het buitenland worden gefolterd en vermoord. Ze vinden het ook goed als bijvoorbeeld toeristen worden geofferd aan terrorisme of aan zo'n gevaarlijke toestand die je deze week hebt in Spanje. Dat lijkt dus redelijk goed afgelopen te zijn, maar dat had ook kunnen leiden tot dode toeristen. De Nederlander is dus bereid om de Hitlerbureaucratie in Holland te perfectioneren, ten nadele van de burger die daaronder lijdt. Nou, wie lijdt daaronder? Nou, iedereen die daar mee geconfronteerd wordt, die geconfronteerd wordt met een beschadiging van het lichaam of een beschadiging van het totale leven of werk. Al die mensen zijn nu rechteloos. De rechteloosheid voor het volk is vanaf morgen, nou, als de lobby wil, 100%. Als de lobby betaald krijgt om mensen te helpen, zal die rechteloosheid voor het volk lager zijn. Wat krijg je bij de rechtspraak? Want ik zit hier doodleuk te vertellen dat de rechtspraak dus het parlement helpt bij moord. En dat ondernemers dat allemaal goed vinden en die situatie gaan uitbuiten voor persoonlijk gewin. Wat kan je verwachten bij de rechtspraak? Nou, als die advocaat de artikel 76 procedure start en dat in de media afkondigt of een persbericht op zijn website zet, dan kan de Hoge Raad dat dossier niet zomaar in stilte weggooien. Kijk, ik had het dossier aangetekend opgestuurd. Dan kan je het ook niet in stilte weggooien met ontvangstbewijs. Als de advocaat die procedure start, kan het dossier ook niet in stilte worden weggegooid. Maar ik wil je even waarschuwen, en dat is dat de rechtspraak en de Hoge Raad, de Hoge Raad samen de gewoonte hebben om al die dossiers weg te gooien. Dus jullie zonen, de rechtspositie van jullie zonen wordt ook weggegooid. De rechtspositie van alle soldaten nu in het buitenland is al weggegooid. De rechtspositie van toeristen die gewond gaan raken en gedood gaan raken, is al weggegooid. Het is 8 minuten, ik zal stoppen, want ik ben zelf emotioneel. Jullie zijn emotioneel. De artikel 76 procedure. Wet op de rechterlijke organisatie. Ambtsmisdrijven begaan door leden van de Hoge Raad, door leden van de Staten-Generaal worden in eerste instantie en laatste resort door de Hoge Raad beoordeeld. Als de Hoge Raad het dossier weggooit, kan je naar het internationaal strafhof. Dag.